We zitten ook nog een lekker prijskaartje aan, want we exporteren natuurlijk ook veel richting de golfregio. 14 miljard euro in 2018. Wat maakt die regio zo aantrekkelijk dan voor Nederland? Ja, we hebben daar eigenlijk van oudsher hele goede handelsrelatie met name ook de golfregio binnen het Midden-Oosten. En dat gaat dus inderdaad over dit soort oplossingen waar Nederland gewoon heel erg goed in is. Voedsel, maar ook logistiek. Zeker ook logistiek. Ook urban designen, dus slim stadsontwerp, duurzaam stadsontwerp. Ja, die relatie is echt heel goed. Ja, en we willen natuurlijk dat mensen ook iets van ons land te leren krijgen. Dus deze bril, die is daar op bij de Nederlandse delegatie. Mag ik hem jou geven, Lieke? Ja. Dit is een VR-bril die mensen daar kunnen opzetten. En dan zien ze dus, zet hem maar eens op, wat ze dan... Oh, kijk, hier zie je... Ja. Wat zien we hier? Ja, de hele kustlijn zien we inderdaad. We gaan Nederland in, vanaf boven. Je kan niet zo... Nee, ik dacht misschien kan je nog met je hand iets doen. Dat is AR, dat is weer eentje verder. Maar je ziet de kassen natuurlijk. Hè. Dat zijn allemaal dingen in Nederland waar we echt zo in uitmunten. Dus dat moeten we uitdragen. Dus dit is wel een hele mooie inderdaad. Ja, en mevrouw Thijssen, wat moeten mensen die dan zo'n bril opzetten daar... vervolgens, waar moeten ze mee weglopen? Met welk gevoel? Nou, toch, die hele wereldtentoonstelling die gaat natuurlijk om laten zien wat je in je mars hebt, wat je kunt. Dus zo'n virtual reality film, die hoort daar ook weer bij. Voor Nederland moet het echt laten zien dat je hier zijn en goed in. Kijk naar onze deltawerken, onze kassen, voedsel. Ja, alles waar wij goed in zijn.